Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en het is nu 1 uur. Ik heb lekker uitgeslapen tot 12 en toen heb ik ontbeten, vlogs gekeken. Ik ga zo mijn eigen vlog editen van gisteren, die jullie gisteren hebben gezien. En ja, ik ben weer verkouden. Top! Morgen heb ik ook echt super veel zin in, want morgen weer een ander feestje van MTV en dan heb ik eerst een listening sessie van DNCA, maar daar mag ik helaas niet filmen. Misschien Cake by the Ocean, hoop ik, en die Q&A hoop ik wel te mogen filmen, maar voor de rest weet ik eigenlijk niet. En dan in de avond heb ik Maan optreden, super tof. En trouwens ook een nieuw leuk feitje: The Weeknd komt ook naar de MTV EMA's, super veel zin in. Dus ja, ik ga nu de vlog bewerken van gisteren. En dan, ja. Oké, het is nu wat later. Ik heb heel erg last van mijn rug. En ik ga dus nu lekker in een warm bad zitten. En ik ben echt dol op dit shirtje van de Zara. Het is rood, zeg maar, met, ja, met wit. En deze heb ik dus bij Zara gekocht, voor de mensen die dat vroegen. Ja, ik ga dus lekker in dit bad zitten. En ja, ik krijg ook heel vaak de vraag welke douchegel ik gebruik. En dat is ja, deze. Dit is de Raspberry, de I Love Raspberry en Blackberry Feel Invigorate with natural extracts of yummy raspberry and delicious blackberry. En ja, dus ik ga nu lekker in bad. Dus ik spreek jullie zo weer. Inmiddels beneden gaan zitten, want mijn moeder en K gaan dus eten halen. En daar ligt Wolfie en daar is Wookie. En voor de mensen die hebben opgelet in de vlogs, is dat ik een paar weken geleden of zo auditie heb gedaan voor Concentrate. En die video, die staat dus nu live. En jullie kunnen dus zien wat er toen was gebeurd. Ik kreeg een blackout. En het staat dus nu op het kanaal van Concentrate. Ik laat het gewoon nu aan jullie ook zien, want ik schaam het er niet voor of zo. Het is wel een onwijs coole kans die ik heb gekregen voor Concentrate. En ja, ik ben benieuwd. Ik heb net een klein stukje gekeken. Maar wat ik dan zei, zeg maar, dat ik een blackout kreeg. Meer niet. En we gaan het nu bekijken. Dus kijken jullie mee? Ja, dit is Concentrate. We gaan eens duiken in iemand anders kledingkast. En dat is dus ook leuk. Michella Cox. En dat is heel erg bijzonder, want ja. Ze hadden mij niet gewoon bij mij op die stoel moeten zetten. Wat gebeurde er? Ik kreeg een blackout. Dat meen je niet. Maar dat ging hartstikke goed. Nou, het was dus zeg maar zo, we moesten dus naar zo'n podiumtje lopen. Thomas, Bobby en Kai zaten dus omgedraaid op hun stoel. En het begin ging super goed, zoals jullie konden zien in dat videootje net. Maar op een gegeven moment zag ik zeg maar Thomas met zijn voet, dat hebben jullie ook kunnen zien, op met zijn voet, bijna op die knop. En toen dacht ik, yes, het draait. En toen op een gegeven moment, boom, ik liep vast. En toen dacht ik van, ik kwam gewoon ook niet meer op de naam Fred van Leer. Ik zei ineens Michella Cox. Michella Cox is echt een toppertje, maar ik kwam gewoon niet meer op die naam Fred van Leer. Ik dacht echt van, wat doe ik? Ik kan maar beter stoppen en gewoon weglopen. Want dan, ja, weet je, dan heb je meer, hoe noem je dat? Niet meer kans of zo, maar gewoon dan heb je nog wel een ervaring gedaan. En dat het dan slecht gaat, ja, niet iedereen kan 1, 2, 3, 4 het perfect doen. Dus daar baal ik onwijs van natuurlijk dat ik niet door was. Maar het is wel een hele mooie kans die ik heb gekregen. En onwijs blij dat ik
die kans heb mogen pakken. De video staat trouwens live op het kanaal van Concentrate. Ben je daar benieuwd naar? Linkje vind ik hieronder. En ja, het is dus nu 6 uur. En ik ga heel even tv kijken. Ik zit namelijk even in de woonkamer omdat mijn ouders dus weg zijn en ik moet pas op de rondje. Dus, ja, dus ik spreek jullie zo weer. Nou, inmiddels sta ik weer in mijn kamer met onder andere Tipi. En we gaan pizza eten. Dus ik heb een pizza salami. Laat ook even weten in de comments wat jouw favoriete pizza is. Ik vind dit nog steeds heel cute. En ondertussen ga ik lekker op mijn laptop een YouTube video vlog marathon houden. En dan ondertussen lekker pizza eten. Dus ik ga lekker vlogs kijken. En ik spreek jullie zo weer. Oké, Chantal blijft slapen. Is dus net afgelopen. Ik ga nog heel even op social media kijken. En iemand even een telefoontje plegen, want Laura had me gebeld. En ondertussen dan ga ik eindelijk beginnen met dit boek lezen. Want ik zeg het wel elke keer dat ik ga beginnen. Maar vervolgens heb ik het weer terug met andere dingen. Ja. Ik ga zo denk ik ook nog even een koffietje doen. Een koffietje maken. Want ik weet het is. Je ligt dan in bed lekker tv te kijken. En dan val je echt zo voor je in slaap. Bijna. En ja, ik moet ook nog best wel veel opruimen. Want morgen komt Sylvana slapen. Superleuk. Dus dan zien jullie die ook weer eventjes in de vlog. En morgen, oh mijn god, ik ben zo zenuwachtig. Morgen gaan we naar DNCA. Hebben we een Q&A met hun. Ik hoop dat ik mag filmen daar binnen. En daarna gaan we naar Maan. En dan de volgende dag, dus zaterdag, heb ik die meeting met Gas en Chloe van Jordy Shore. En dan zondag de IMA's. Dus vanaf nu heb ik best wel druk. Maar ook wel weer heel erg leuk voor jullie, voor in de vlogs. En ik hoop echt dat jullie de dagvlogs leuk vinden. Ik probeer ze wel lekker lang te doen, langer dan 10 minuten. Want dan hebben jullie lekker gewoon een hele dag met mij. Kijk, bijvoorbeeld vandaag was het niet zo'n leuke dag, omdat ik was vandaag een soort van vrij en ik heb gewoon heel erg niks gedaan en zo. Maar ik beloof jullie dat ik het morgen goed ga maken en zaterdag ook en zondag ook. En laat ook even weten in de comments of ik door moet gaan met dagvlogs maken. Misschien niet elke dag. Jawel, wel elke dag. Jawel, wel elke dag. Of misschien weer over moet stappen op de weekvlog. Want dit dagvlog vind ik onwijs leuk. Want de hele dag gewoon, ja, laat maar weten. Ik ga nu even Laura bellen. En dan spreek ik jullie zo weer. 43. Ik heb net anderhalf uur met Laura aan de telefoon gehangen. Over alles en nog wat. En ja, ik ga lekker slapen. Morgen moet ik weer vroeg op. Want ik moet eerst mijn kamer even opruimen. Vooral dit zwarte gat wat jullie nu zien. En dan moet ik tot ongeveer 2 uur of nee, 1 uur of 1 kantoortjes passen. Dan kom ik weer thuis. Dan kan ik me omkleden. En dan ga ik naar Rotterdam toe morgen. Maar daar zien jullie meer over in de vlog morgen. Ik ga eerst naar DNCA en dan daarna naar Maan. En super gezellig. En het is dus nu 44. Dus dank jullie voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vinden jullie deze vlogs leuk om naar te kijken. En dan spreek ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei.